Ja, goedemorgen op deze bijzondere bijeenkomst die we anders hadden bedacht. En we zouden elkaar live treffen in de bibliotheek. Dat gaat vanwege de maatregelen helaas niet lukken, dus we doen het digitaal. Een heel belangrijk moment voor de bibliotheken, voor de Drentse corporaties, de Drentse woningzoekenden en de huurders. Met dank aan Biblionet om zo snel te schakelen dat we het digitaal kunnen doen. Heel mooi, zijn we heel blij mee. Deze maand kunnen woningzoekenden namelijk nog een inschrijving activeren op Thuiskompas. Het Drents woonruimteverdeelsysteem waarin alle corporaties hun aanbod aan huurwoningen presenteren. Mensen die daar wat moeite mee hebben, die de digitale hulpmiddelen niet helemaal vaardig zijn, die worden daarbij in de bibliotheken geholpen door mensen om daar hun inschrijving te activeren, zodat ze in elk geval kunnen reageren op het woningaanbod van de Drentse corporaties. Wij gaan de samenwerkingsovereenkomst nu ondertekenen. Ik heb het exemplaar voor me liggen. En ook mijn andere ondertekenaars zullen straks iets zeggen en gaan tekenen. Dus ik teken alvast en dan geef ik de pen door aan Hans van Gerkom van de Drentse huurorganisaties. Hans, ik heb getekend. Ik geef de pen door aan jou. Ik heb hem gekregen en ook de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Namens de Drentse huurdersorganisaties is het eigenlijk ook uniek voor Nederland dat er een samenwerking is wat betreft Thuiskompas. En dat is fantastisch gelukt. En nu de inschrijvingen tot 31 oktober nog kunnen, is het ook heel mooi dat de bibliotheken meer samen gaan werken om mensen met laaggeletterde, mensen die geen computer hebben, toch een ingang te geven om de activatie te voltooien. Dus ik ga hiermee de samenwerkingsovereenkomst tekenen. En ik geef hem door aan Annelies. Ja, dankjewel Hans. Ja, namens de Drentse Bibliotheken ben ik ontzettend blij dat we vandaag een handtekening kunnen zetten onder de samenwerking met de Drentse corporaties, huurdersorganisaties vanuit het Thuiskompas. En waarom vinden we dat nou als Drentse Bibliotheken zo belangrijk? Omdat we graag iedereen willen helpen om mee te kunnen doen in de huidige samenleving. Niet iedereen is even vaardig met het gebruik van alle digitale omgevingen. Websites, portals, e-portals enzovoort. En bij uitstek zijn de openbare bibliotheken de plek waar we een handje kunnen helpen. Dus voor al je vragen, voor inschrijvingen, wat de collega's al zeiden, kun je bij ons terecht. Zo niet, kom langs en we helpen je graag verder. Nou, ik ga nu ook over tot de ondertekening en ik hoop dat we er samen een hele mooie en lange samenwerking van mogen maken. Zo, volgens mij hebben we nu allemaal getekend.